Het is 7 jaar geleden dat ik Gerrit van Dijk ontmoette. Ik ontmoette hem op een begraafplaats in Volkel in zijn geboortedorp, omdat ik had beloofd om hem te gaan filmen. En na die eerste draaidag wist ik, dit moet een documentaire worden. Dus in het laatste half jaar van het leven van Gerrit volgde ik hem. En dat materiaal, dat ben ik nu aan het monteren tot een documentaire. Het gekke is daardoor dat ik nu Gerrit eigenlijk echt leer kennen. Ik heb heel mooi archiefmateriaal gevonden en daardoor leer je Gerrit kennen als twintiger, als dertiger, als veertiger. Vol levenslust, dwarsigheid. Iemand die continu uitsprak wat hij dacht. En dat niet alleen uitsprak, maar daar ook kunst mee maakte. Iets teweeg wilde brengen en dat ook deed. Die Gerrit, de jonge Gerrit en de oude Gerrit, die komen nu samen in de film. En dat voelt eigenlijk als een voorrecht om dat te mogen zien verschijnen. Die documentaire die moet er alleen nog wel komen. En vandaar dat we bezig zijn met de crowdfunding. Dus ben je benieuwd naar een portret van een kunstenaar die jou gegarandeerd ook gaat inspireren? Help ons dan.